Hele Tafest, wat een avond. Ja, we winnen met 3-0, dus een goede avond. Ja, wat voor wedstrijd was het? Eerste helft niet goed, denk ik, van onze kant. Maar scoren wel 2 keer en dan maak je voor jezelf een stuk makkelijker. En, tweede helft een stuk beter en scoor je de 1 en heb je minder zelf. Had je het verwacht dat jullie met 3 punten naar huis zouden gaan vanavond? Want je weet dat je het moeilijk krijgt. Ik had verwacht dat we met 3 punten naar huis zouden gaan. En hoe lekker is dat dan, want je moet 3 uur terug in de bus? Ja, dat verzacht alles wel een beetje hoor. Zeker, zeker. De sfeer is een stuk beter nu en dan is die busreis niet meer zo erg. Ja, en er krijg je vandaag ook nog eens het nieuws dat je voor het eerst bij de selectie zit van Jong Oranje. Ook nog, ja. Ook nog. Ja, dat is mooi nieuws en heb ik zin in. Maandag melden. Waar was je toen je het hoorde? We waren in de bus. We moesten 3 uur rijden, dus ja, toen hoorde ik het. En ja, Joel zit er ook bij, dus dat is mooi. Trekken jullie samen of? Ja, denk het wel. Denk het wel. En er staat de wedstrijd tegen Jens op het programma. Je hebt gezien hoe goed hij vanavond was. Ben je een beetje bang voor het oefeninterland? Of? Nou, ik had hem al gezegd dat hij deze keer 2 keer had gescoord. En dat gaat volgende week niet gebeuren. Dus. Ja, hij was er heilig van overtuigd dat het wel ging gebeuren. Ja, zei hij dan. Nederland ging niks pakken, zegt hij. Ja, ik ben benieuwd. Dankjewel. Succes. Hè.